Goedemiddag meneer. Mag ik je iets vragen? Zeker. Waar loop jij warm voor? Ja, voor dit gebeuren. Het is een tweedehands spulletjes en kleding. En dat is voor een goed doel. En, vertel eens, wat is het doel? Nou, het is voor chronisch zieke kinderen met een nierziekte. Ja. En de opbrengst gaat naar de kinderen toe. Oké. Okay. Er is wat met ze georganiseerd. En, Ja, daar doen we het voor. En zit het al lang hier? Nou, 2,5 jaar zo'n beetje. Oké. Okay. Is het gestart. Ja. Ja. En ik zie dat jullie gaan verbouwen. Ja, we gaan we hebben in de kelder de kledingafdeling die eigenlijk het beste loopt. En die gaan we naar boven brengen. Interessant. Ja. Dat wordt dus een beetje exclusief allemaal. Ja. Ook met de 50-50 basis gaan we beginnen. Ja. Oké. Okay. Ja. En doe je dat zelf al lang ook? Wat zegt u? Doe je dat zelf al lang hier ook? Nou, ik doe het zo'n beetje 2 jaar. Ja. Ik ben 2 jaar geleden begonnen. En daar gaat de hoop tijd in zitten? Ja, maar dat vind ik leuk. Ja. Het is een hobby van mij eigenlijk. Tweedehands product. Ja. Vroeger stond ik zelf al op kraampjes en vlooienmarkten, zeg maar. En, dit is mijn ding gewoon. Ja. Dus dit is echt waar je dan warm voor loopt? Ja, zeker weten. Ja. Okay. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Ja, dankjewel. En als het eenmaal klaar is, de verbouwing, dan komen we nog wel een keertje langs. Ja, dat zou leuk zijn. Oké, bedankt.